Een hele goede morgen, een goede middag of misschien wel een goede avond. Leuk dat jullie kijken naar deze video. En belangrijk is dat jullie goed luisteren, want ik heb een belangrijke mededeling. Als je Steam opent, zie je de winteruitverkoop 2019. En misschien voel je de bui al hangen. Want vaak als Planet Coaster in de aanbieding is, dan, uh, dan zeg ik dat wel in een video of op Twitter of. Weet ik veel wat. Je kan me volgen at natuurlijk. Maar hier zien we dus Planet Coaster. En ik heb nog nooit het spel zo goedkoop gezien als deze aanbieding. Het is niet normaal. Maar het is dus 7,60 euro met. 80% korting. De game is normaal 80 euro. Euh, 80 euro. Sorry. De game is 38 euro. Het zou wat zijn. Al zou het 80 euro zijn, zou ik hem nog halen. Maar het is dus uh, een flinke aanbieding. En we zien hier ook allemaal bundels. Nou, je hebt dus de Ghostbusters. Je hebt de Complete the Collection kopen. Ik weet niet wat die bundel is. Ik kan hem niet in de winkelwagen gooien. Maar hieronder zien we wel een overzicht van alle DLC-pakketten. En je ziet dat elk DLC-pakket in de aanbieding is. De duurste zijn toch 7,14 euro. Dat zijn toch de Classic Rides en de Vintage Pack. Als ik een pack moet aanraden is het sowieso uh, Adventure Pack, Studios Pack, de Spooky Pack. Uh, ik denk dat de World's Fair Pack ook wel ontzettend goed is. Ja, die Back to the Future, je kan hem halen maar ja, ja het, 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 het valt wel mee. Het is handig om te hebben. Als je alles bij elkaar wilt gooien dan betaal je dus 63 euro. Dat, uh, het, het valt op zich mee. Wat je er allemaal voor terugkrijgt, is natuurlijk uren aan speelplezier. Dus ik vind het wel de moeite waard. En uh, ja, er zijn nog veel meer aanbiedingen. Ik weet niet of Planet Soo in de aanbieding is. Nu ik toch de video maak, kan ik even kijken. Ik heb nog niet gekeken. Bl Wacht, ik moet wel goed schrijven natuurlijk. Planet Soo, 40,49 euro. Nee, die is niet in de aanbieding. Maar uh, ik denk dat die. Uh, nou, jawel. Ja, 10% kort. Kijk nou, jongens. Ja. Hij is normaal 45 euro. 10% korting voor Planet Zoo. En uh, al doe je er 4 euro bij, heb je de Deluxe Editie. Nou, dat is en ook als je natuurlijk de nieuwe uitbreiding erbij wil, dan betaal je 48 euro. En dit is niet om, uh, om jullie uh, dit spel aan te smeren. Dit is meer gewoon van: mochten er mensen zijn die het spel of niet genoeg geld hebben om het spel te kopen, dan is nu je kans om deze game te vragen voor Kerst. Want deze actie loopt tot 2 januari. Dus uh, wees erbij. Het is niet een op-is-op -op actie. Dus je kan ook nog altijd zeggen dat je aan het eind van dit jaar het spel was koopt. Of misschien 1 januari. Of je viert dan lekker feest natuurlijk. Maar in ieder geval: Planet Coaster en een hoop andere spelletjes zijn in de aanbieding. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doe doeg! doeg.